Ik ga een tekst uit de Bijbel voorlezen. En dat is Romeinen 8, vers 38 en 39. En daar staat: dit weet ik zeker. Door de dood en opstanding van Jezus Christus onze Heer liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen. Nee, niets kan dat tegenhouden. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van ons. En ik dacht, dat moeten de kinderen weten. Dus heb ik daar een liedje voor geschreven en een rap. Dus gaan we even laten horen, hè, meiden? Romeinen 8, vers 38, 39. Niets en niets aan me tegen, nee, niets en niets aan me tegen van de liefde van de Heer. Niets en niets aan me tegen, nee, niets en niets aan me tegen van de liefde van de Heer. Alle andere gedachten, ja, alle andere gedachten, die geef ik een schop. Oh, yeah. Alle andere gedachten, ja, alle andere gedachten, die geef ik een schop. Oh ja. Yeah. Want wat er ook gebeurt, hoe ik mij ook voel. God die houdt van mij, God die houdt van mij. Want wat er ook gebeurt, hoe ik mij ook voel, God die houdt van mij, God die houdt van mij. En nu gaan we naar jullie thuis zingen. Niets en niets houdt je tegen, nee, niets en niets houdt je tegen van de liefde van de Heer. Niets en niets houdt je tegen, nee, niets en niets houdt je tegen van de liefde van de Heer. Alle andere gedachten, ja, alle andere gedachten, die geef je maar een schop, ja, yeah, ja. Yeah. Alle andere gedachten, ja, alle andere gedachten, die geef je maar een schop, ja, yeah, ja. Yeah. Want wat er ook gebeurt, hoe je je ook voelt, God die houdt van jou, God die houdt van jou. Want wat er ook gebeurt, hoe je je ook voelt, God die houdt van jou, God die houdt van jou. En alle andere gedachten, ja, alle andere gedachten, die geef je maar een schop, yeah, yeah.